De survival sport is ontstaan in de Achterhoek en is een combinatie van hardlopen met hindernissen. De sport is ook in Drenthe zeer populair. In Haventen wordt er met behulp van Defensie een trainingsfaciliteit gebouwd. Dit is de constructie waar straks allerlei hindernissen in komen. Dan moet je denken aan netten, aan touwen, balken om over te klimmen. Allerlei soorten klimmateriaal eigenlijk. En dan is daar een stuk laaggedeelte. Dat is ook vooral voor de jeugd. Daar kunnen volwassenen op gebruik maken, maar ook de jeugd kan daar gebruik van maken. Maar dat is tot maximaal 2,5 meter hoogte. Dat is het hoge gedeelte. En dat is tot een maximale hoogte van 4 meter. Daar kunnen de senioren ook helemaal hun hart in ophalen. Met allerlei klimoefeningen. De genie bouwt de baan en het mes snijdt aan twee kanten. Voor de militairen is het een goede oefening, zeg maar stage. En Drenthe is een trainingsfaciliteit rijker. Normaal gesproken is het heel vaak zo bij een constructieoefening. Je bouwt iets, maakt een foto en je mag het daarna weer afbreken. Nou ja, goed, dit blijft staan. En met een beetje geluk worden we hier nog een keertje uitgenodigd met ons peloton om hier zelf nog een keer te gaan spelen. Dus dat is helemaal een plusje. Nou, hier worden de banden opgehangen. Je kunt op twee manieren nemen. Je kunt er hangend onderdoor aan die kant. En je kunt er staande overheen en dan aan de andere kant. Dit soort hindernissen krijg je ook in een run. Dan ben je 3 kilometer aan het lopen en dan in één keer kom je een straatje met allemaal van die banden tegen. En misschien nog allerlei andere hindernissen erachteraan. En die moet je doen. En hoe meer techniek je op een gegeven moment krijgt, hoe sneller je die hindernissen kunt doen. Want vergis je niet, ook dit is allemaal techniek. Het lijkt heel veel kracht en het lijkt gewoon, dat doe ik even. Maar als je erin gaat hangen, valt het vies tegen. Dit is de bovenkant van een postman's walk, zoals die heet. Er komt nog een touw onderlangs. Dan gaat dit touw eruit. En dan is de bedoeling dat je over het onderste touw loopt. En aangezien dit vrij slap is, zul je zelf door middel van zo'n lus de boel op spanning moeten houden. En naar de overkant, want anders als je dit loslaat, ja, dan heb je er geen houvast meer en dan lig je van het touw af. Dit zijn de korte lussen en dan ga je weer, net als met die banden, ga je daar onderdoor. Dus dan ga je op deze manier. Ga je er onderdoor. Het is heel veel techniek, komt erbij kijken. Hier gebruik je ook toch heel veel je beenspieren bij, doordat je afzet met je benen. Dus er komt van alles bij kijken. Dit wordt de hoogste hindernis. Dit is een lichtmast van 12 meter en die gaan we straks in dit gat hijsen. Zodat daarboven de lampen komen, het terrein daar kunnen verlichten en ook het terrein die kant op kan verlichten. Zodat we dit ook als loopgedeelte kunnen gebruiken. Ik bedoel, heel de tijd in die hindernissen hangen, dat hou je niet lang vol. Vandaar dat je dat hindernissen ook af moet wisselen met allerlei loopactiviteiten. De baan bevalt eigenlijk hartstikke goed, want voorheen trainen we in het bos, maar we hebben nu alle hindernissen bij elkaar, we hoeven ze niet steeds op te hangen. En er zit genoeg uitdaging in, we kunnen zo zwaar maken als we willen. Ik denk dat we een hele mooie baan hebben neergezet, met nu zo'n 30, 35 combinatie hindernissen erin. En een mooi stuk lopen eromheen. Dus ja, ik ben,
erg tevreden. We kunnen combinaties achter elkaar maken en dan ja, af en toe kan je wisselen. De ene keer pak je een dikke touw, dan weer dunne touw. Dus ja, je bent niet gebonden aan één vaste combinatie of één set hindernissen. We kunnen echt alles doen, een rondje lopen, een balkje mee. We kunnen ons goed uitleven. Ja, lekker, leuk, mooie run. Ja, best pittig, maar goed te doen. Ja, nu kunnen we goed trainen en het resultaat betaalt zich terug. Nou, hier een leuke tijd. En zometeen nog 6 mensen vanavond die meedoen aan de run. Dus de omvang wordt steeds groter, dus alleen maar mooi. Ja, en zo'n 750 man hier, de sport groeit, hè? Ja, dit is prachtig. Dus hier 750, in volle hoven waren er over de 800. Dus dadelijk boven de 600-700 deelnemers aan zo'n run. Dat is helemaal klasse. En als we daar met de halve weer een klein beetje steentje aan bij kunnen dragen, dan is dat mooi. En zo werpt de baan nu al zijn vruchten af.